Welkom bij de Oscam Speak Session. Bij deze session ga ik spreken met drie personen en we gaan het hebben over de documentaire over roofkunst. De tentoonstelling waar we ons nu bevinden wordt vandaag officieel geopend en is tot stand gekomen in samenwerking met BNNVARA en HAZAZA. Mijn naam is Robin Ramos, ik ben een artiest en activist. Ik wil graag de eerste gast aan jullie voorstellen en dat is Noah Latief. Hi, kan je jezelf voorstellen? Ja, ik ben Noah, ik ben conceptueel kunstenaar, gevestigd in Amsterdam en Londen. En mijn werk is vrij radicaal en gaat over taboes en grenzen. Zou je een definitie kunnen geven over wat roofkunst is? Het is toegeëigende kunst, wat meegenomen is gestolen door landen zoals Nederland, door landen zoals Engeland, als een soort van trofees van hun overwinningen. Wat nu best wel een groot probleem is, want nu leven we in een best wel multiculturele samenleving. Het is heel anders dan, laten we zeggen, 60, 100 jaar geleden. En nu worden er veel vragen gesteld over die objecten. Wat eigenlijk heel goed is, maar heel veel gevoelige snaren raakt bij mensen. Mm-hmm. Een gestolen kunst van andere culturen. Ja, ja. Ja, dat is zeker zo. En waar denk je dat dat vandaan komt? Ik denk dat het uit... Dus in zijn algemeenheid ook? Ja, het is een beetje moeilijk. Want de afgelopen 400 jaar, dat zijn wel de eeuwen waarin het Westen eigenlijk zeg maar, zichzelf gebouwd heeft. Dus dat hele roofkapitalisme en het hele meenemen van objecten, dat zit eigenlijk gewoon in de cultuur van het Westen. Dus om dat nu aan te vallen, is eigenlijk gewoon het Westen aanvallen. Mm-hmm. En als je mensen hun cultuur aanvalt, dat is altijd moeilijk. Mensen gaan altijd proberen vast te houden aan wat ze kennen, wat ze hebben. Ze willen niet veranderen. Mm-hmm. Dat is natuurlijk heel gevoelig voor mensen. Ja, ja, ja. Ik neem aan dat het belangrijk genoeg is om daar dus wel doorheen te gaan. Dus hoe zie je daarin, hoe gaan we daar bijvoorbeeld mee om? Hoe we ermee omgaan is niet zo heel goed volgens mij. Het is grappig dat er nooit echt excuses zijn gemaakt of reparations, dat dingen terug zijn gegeven. En mensen willen daar ook gewoon niet, ze willen het ook gewoon niet. Dus het begint nu een beetje te dagen bij mensen van, oh ja, misschien hebben we wel verkeerde dingen gedaan in het verleden. Maar dat is nu een beetje te laat, nu we in deze positie zitten waar de ex-slaaf, de ex-kolonies allemaal naar de landen zijn gegaan die ze hebben gekoloniseerd en nu samen moeten leven. Denk ik ook niet zo goed dat iemand weet hoe je dat moet doen, omdat het al zoveel schade heeft gedaan. Je hele culturen zijn stuk gemaakt en die mensen, niemand weet meer waar ze vandaan komen en dat is best wel een probleem, denk ik. Mm-hmm. Dankjewel. Zou je kunnen vertellen hoe je werk tot stand komt en hoe je betrokken bent geraakt bij deze tentoonstelling? Ik ben betrokken geraakt bij deze tentoonstelling door middel van Sam Godfried van HAZAZA, die een hele lange vriend van mij is. En hij heeft meegeholpen produceren aan de documentaire. Mm-hmm. En hij vroeg me of ik niet mijn blik kon geven op dit onderwerp, omdat veel van mijn werk hier ook over gaat. Veel van mijn werk komt een soort van tot stand door maatschappelijke problemen. Niet per se problemen, maar maatschappelijke struggles die ik vind niet echt dat ze tot hun recht komen. Dus die neem ik en die laat ik zien. En welke maatschappelijke onderwerpen zijn zowel betrokken? Racisme, cultuur, het is heel breed, taboes, schaamte. Het paar van de, ja. Oké, en zou je wat kunnen vertellen over hoe dat proces is gegaan van het onderwerp zoeken? Zijn dat onderwerpen waar je bijvoorbeeld vooraf je daarover na hebt gedacht? Of is dat meer een proces van ontwikkeling? Ik denk dat dit onderwerp best wel dicht bij mezelf ligt. Ja. Ik ben natuurlijk, ik kom uit Nederland, ik ben in Nederland geboren, maar ik heb mezelf nooit echt helemaal Nederlands gevoeld. Ik denk dat daar heel veel mensen mee zijn die een soort van hetzelfde voelen. Mm-hmm. Dus dit is een onderwerp dat best wel dicht bij mij ligt zelf.
waar ik ook altijd al naar heb gekeken en me altijd al bewust van ben geweest. In het proces van het cureren van deze tentoonstelling, wat zijn de dingen die je hebt bijgeleerd of waar je van schrok? Waar ik het meeste van schrok, denk ik, is dat er zoveel verschillende meningen over dit onderwerp zijn. En dat de meningen zo verdeeld zijn. Zelfs bij groepen mensen waarvan je zou denken dat ze een soort van dezelfde blik hebben over dit onderwerp, is het heel erg verdeeld. En dat viel mij het meeste op. En over hoe gevoelig het onderwerp is. Want het is een heel moeilijk onderwerp voor heel veel mensen. En kan je dan een aantal specifieke voorbeelden geven, bijvoorbeeld? Ik heb proberen te praten met heel veel mensen, maar heel veel mensen wouden niet praten over dit onderwerp. Omdat het zo gevoelig ligt, omdat het heel politiek beladen is, denk ik dat mensen snel het gevoel hebben dat ze niet zichzelf erin willen uiten, omdat ze misschien daar later afgerekend op worden. Mm-hmm. En zou je daar ook wat over kunnen zeggen? Want waarom is dan... wat weegt dan groter, zeg maar, voor dit proces waar we in zitten? Nou, uiteindelijk denk ik dat het belangrijkste is dat de kunst spreekt en dat mensen een nieuw perspectief krijgen over hoe cultuur tot stand is gekomen en wat cultuur nu is en hoe het zou kunnen zijn. Ja, ja, ja. Oké. Wat hoop je dat mensen uit deze documentaire en de tentoonstelling kunnen meenemen? Uit de documentaire zelf denk ik dat veel mensen zichzelf de vraag moeten stellen wat er met die objecten moet gebeuren nu. En of het recht wel ligt in het Westen, zeg maar, om die objecten überhaupt te hebben. Mm. Ik denk dat het heel belangrijk is dat het gewoon een normaal gesprek wordt waar mensen over kunnen spreken, zonder dat dat een big issue is. Ja, en wat heeft het dan vervolgens voor resultaat, zeg maar? Wat voor resultaat het heeft? Wat hoop je dat het voor resultaat heeft ook? Ik zou hopen dat mensen er meer over na gaan denken. Hoe het Westen zichzelf ziet. Want het Westen heeft best wel in mijn ogen een blinde vlek voor alle dingen die ze hebben gedaan. Alsof ze het niet willen zien. En het zou heel mooi zijn als er een beetje zelfreflectie is. Ja, en oké, met die zelfreflectie, wat is dan wat je hoopt dat daar dan uitkomt in Nederland en in deze gesprekken die ook al een tijd gevoerd worden in verschillende wat meer elitaire hoeken zoals de Bali en bijvoorbeeld andere plekken waar wat meer gediscussieerd wordt vanuit het discours van onderzoek? Ja, ik heb een beetje het gevoel dat het de hele tijd bij die elitaire groep blijft die erover spreekt. En dat het niet, zeg maar, een gesprek is wat iedereen heeft. Yeah. Het is heel leuk dat academici hierover praten en dat instituten hierover praten. Maar uiteindelijk zijn dat dezelfde boardmembers die again and again over dezelfde dingen praten. En ik zou het heel mooi vinden dat eens een keer niet die mensen aan het woord zijn. Yeah. Maar een ander perspectief is. Dankjewel Noah voor je perspectief hierover. We zijn nu aangekomen bij het tweede gesprek en ik ben hier met Raoul Balai en Maria Lamslag. Zouden jullie je allebei kunnen voorstellen, beginnende bij Maria? Ja, ik ben Maria Lamslag en ik werk in de culturele sector, eigenlijk voor musea heel veel. Soms als programmamaker, ook als curator en als tentoonstellingsmaker. En heel vaak werk ik met de koloniale geschiedenis als onderwerp en nog specifieker de relatie met Nederland en Indonesië. Dankjewel. En Raoul? Mijn naam is Raoul Balai. Ik ben beeldend kunstenaar en curator. Daarnaast maak ik tentoonstellingen en ontwerp ik ze. En veel van mijn werk raakt aan koloniale onderwerpen en uitbuiting. De eerste vraag is aan Maria Lamslag. Ik zou je graag willen vragen wat je hebt meegenomen uit het gesprek dat ik gevoerd heb met Noah. En wat me opviel in jouw gesprek met Noah was dat Noah zei dat hij met veel mensen had gesproken en dat heel oncomfortabel. Mensen vonden het oncomfortabel om over roofkunst te hebben. En dat het soms alleen maar in academische sferen blijft. Mensen die bij musea werken of vanuit wetenschap ermee bezig zijn. En ik zit zelf in de museumwereld en ik heb het er inderdaad over met collega's. Maar ik had juist het idee dat het nu breder bekend wordt. En ik kijk ook best wel uit naar dat de documentaire serie op tv komt. Want ik zou ook heel graag dat gesprek breder willen voeren. Met veel meer mensen. Dat mensen weten wat er in musea staat in Nederland en in Europa. Mm-hmm. En wat de herkomst is. Ja.
Zou je daar ook wat over kunnen zeggen? Nou, we hebben 4 delen natuurlijk nu bekeken, hè, voordat we dit gesprek hebben. En wat mij opvalt is dat de mensen die in die instituten werken en die aan het woord komen, volgens mij, ja, ik hoop dat het onbewust is, maar heel erg in een soort verdediging gaan zitten van die dominantie van het eurocentrisme. Dus heel erg op Europa gericht zijn en vanuit een witte blik kijkend met die geschiedenis zich een soort van toe-eigenend. Mm-hmm. Er worden heel veel relaties gemaakt met hoe de wet toen was, terwijl niks mee te maken, lijkt me. Het gaat over rechtvaardigheid, niet over of een wet er toen wel of niet was. En dus ik weet niet zozeer of de mensen binnen de instituten, ook al vinden ze het moeilijk om het erover te hebben, of ze het wel voldoende begrijpen. Mm-hmm. En dat vond ik interessant aan wat Noah naar voren haalde. Van, ja, het is alleen maar in die cirkels dat gesprek. Maar als dan je in de documentaire ziet dat het gesprek dus blijft stokken en dat we nog steeds in een soort van wit-suprematisch westerse houding zitten, wat is dan eigenlijk werkelijk het gesprek, hoe het in is gedaald in die instituten? Als je het echt zou begrijpen, denk ik, dan zou je het niet meer verdedigen. Ja. Zou je die spullen gewoon teruggeven, toch? Absoluut. Ja. Oké. Dat vond ik interessant, ja. Zou je wat kunnen vertellen vanuit je kunstenaarschap over roofkunst? Is het iets waar je je toe verhoudt binnen je werk? Ja, nou, wat ik het interessante vind, hoe roofkunst een plek heeft in, als we kijken naar geschiedenis. Want ik denk dat mijn werk veel meer over geschiedenis gaat en wel heel erg over uitbuiting en dat het elkaar daar heel erg raakt. Dus ik heb het afgelopen jaar heb ik een installatie gemaakt, I Should Love You More Than Pizza, wat eigenlijk gaat over hoe producten nu tot stand komen en welke rol wij daarin hebben als consumenten ook allemaal. Er is niet echt per se een schuldvraag, maar wel een vraag van acceptatie van je eigen rol. Ik denk dat dat hier ook heel erg speelt, van hoe komen we op een vlak waarin we accepteren wat het verleden is als maatschappij, als land, als verschillende landen ten opzichte van elkaar. En hoe kunnen we daar vrijer naar kijken? Ik vond in die eerste aflevering het heel mooi dat die er kwam een kale man aan het einde in beeld, die langer met roofkunst bezig was. Nee, hier in Nederland. Okay. Die eigenlijk heel droog zei van, ja, iedereen heeft het maar over wetten en regels, maar waarom gaan we niet gewoon met elkaar aan tafel zitten en zeggen van, nou ja, dit is het. Hoe gaan we hier op een fatsoenlijke manier met elkaar om? En die ontspanning erin, dat is denk ik wel iets wat we moeten zoeken. En wat ik ook hoop dat in mijn kunstwerken, dus dat mensen getriggerd worden om meer op zo'n manier naar wat gezien wordt als moeilijke onderwerpen gaan kijken. Welke personen zouden daar ook goed voor zijn? Bedoel je als schrijver? Of? Als, in het algemeen voor het discours, zeg maar. Mensen die je nu niet hoort? Ja. Nou, ik denk sowieso dat als je onder andere, zeg maar. Nou ja, kijk, zoals Noah ook bijvoorbeeld hier omgaat met de verbeeldingskracht van mensen. Wat hij heel duidelijk laat zien, is hoe je dus eigenlijk, zoals hij het zelf zei, hoe je dus op een plek waar je een kaartje koopt om iets te bekijken, wat eigenlijk, als je het goed bekijkt, geen eigendom is van de plek of de land waar je het bekijkt, in de gift shop nog eens even een goedkoop aftreksel kan kopen van datgene waar je net al voor hebt betaald om te kijken waar komt al dat geld terecht. Mm-hmm. En die manier van kijken, zoals Noah hier ook mogelijk maakt, is denk ik een hele interessante en is misschien ook wat minder aanvallend voor veel mensen dan puur gesprek. Want woorden zijn natuurlijk heel beperkt, terwijl je met objecten en dit soort ervaringen veel meer iemands gevoel ook aanspreekt, waardoor je misschien ook eerder de regeltjes, hè, waar het de hele tijd over gaat, zeker binnen een Nederlandse context, zag je in aflevering 1 heel erg. Mm-hmm. Het heel erg de hele tijd gaat over, oh, regeltjes, maar hoe zit dat dan met de officiële regeltjes en de regeltjes? Dan denk ik van, ja, fuck de regeltjes. Absoluut. Ja. Dus wanneer gaan we dat, op welke manier kunnen we dat dan ook wat meer doorvoeren in, dus inderdaad, dit soort gesprekken die gevoerd worden binnen de gevestigde instituten, dus musea ook, die nu dus vooral leunen op deze regels en op de wet. Wat is er nodig, zeg maar, om die vastgeroeste manier van het systeem eigenlijk ethisch te maken? Dat is een hele diepe vraag. Denk je niet dat, tenminste, wat ik net zei, ik denk, ik had het met jou er net ook over, van dat er is zo'n diepgaande mentaliteitsverandering nodig, denk ik, bij instituten
ten opzichte van dit soort onderwerpen, dat er de durf alleen al moet ontstaan om het op die manier te bevragen. Ja, ja. Mag ik daar meteen op aanhaken? Ja, zeker. Want iets wat ik... Ik ga het niet verdedigen. Ik ga niet zeggen, oh, Nederland heeft het wel goed gedaan. Of andere Europese landen. Want je ziet gewoon een hele passieve houding. Mensen weten al jaren dat er geroofde kunst in de musea ligt. En er is niet... Er is soms teruggegeven. Net in jullie gesprek zeiden van, het is nooit teruggegeven. Er is soms teruggegeven, maar het is niet structureel nu beleid. En daar verschuilen musea zich soms, of mensen van musea, laat ik het zo zeggen, zich soms achter om dingen niet terug te geven. Nou, we hebben daar geen regels voor. Het gekke is, heel veel van die collecties die dan uit andere landen zijn, of objecten die uit andere landen zijn meegenomen, die zijn van de staat, dus niet van de musea. Hè? Dus musea beheren het, maar de staat is de eigenaar. Dus de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, die gaat ook over beslissingen. Dus heel veel musea die die collectie beheren, die hebben gewoon functie gespeeld van, ik ga goed voor de objecten zorgen, maar minister bepaalt, als er ooit iemand bij de deur komt aankloppen, ik wil terug, gaat de minister daarover. Ik ga daar niet over. Hè? Dat is een hele passieve houding. Maar nu zie je heel gelukkig dat musea dus nadenken van, oké, we moeten eigenlijk zelf onderzoek doen. Waar komt het vandaan? Maar ook nadenken over, wat is ons beleid? Hoe gaan we oordelen dan over, hoe moet je teruggeven? Misschien moet er wel een advies gegeven worden aan de minister. Weet je wel? Een veel proactievere houding. En er zijn echt musea die daar goed mee bezig zijn. In Frankrijk is een aantal jaar geleden ook een commissie heeft onderzoek gedaan en die heeft ook een voorstel gedaan. Dat werd toen als te radicaal gezien. Die zeiden van, kijk, als er nu iemand komt aankloppen, ik wil graag iets terug, want jullie hebben het in het museum, maar ik zou het in mijn plaats of land willen. Dan moeten ze nu bewijzen dat het ooit in eigendom is geweest van die persoon. Hè? Dus je moet het bonnetje laten zien van, ja, zie, het was echt van mij. Maar dat in Frankrijk hebben ze toen geadviseerd, leg die bewijs als naast bij de tegenpartij. Laat het museum of het land dan eens bewijzen dat dat rechtmatig is verkregen. Dat er dus iets voor betaald is, of dat het niet gestolen is, maar bijvoorbeeld gekocht. Juist, ja, ja, dus leg die bewijs als nu bij die ander. En dat hebben ze toen niet aangedurfd om dat helemaal door te voeren. Want, en dat zie je ook in documentaire, bijvoorbeeld iemand zegt over de National Gallery in Engeland, als ze één ding teruggeven, dan moeten ze gewoon alles uit dat museum teruggeven. Ja, dat zouden ze ook moeten doen, als je mij vraagt. Ja, maar daar zie je dus mensen zijn daar eigenlijk heel bang voor. Van, oké, wat maken we los als we zoiets... Maar tegelijkertijd zie je dus wel dat bepaalde kunststukken al als roofkunst bestempeld zijn. Ik zou zeggen van, oké, als je roofkunst hebt, het is per definitie en in essentie al geroofd. Hoe moeilijk moet het gemaakt worden om het een roofstuk zeg maar terug te geven, zeg maar. Dus dan vraag ik me af van, oké, waar is die ethica en moraliteit al überhaupt in het feit dat iets al bestempeld is en wetende en historisch gezien ook wetend waar de oorsprong is, teruggegeven kan worden bijvoorbeeld aan de hoogste sheik van een land. Ik vraag me af hoe daar dan mee omgegaan wordt bijvoorbeeld in de toekomst in de systemen die we hebben opgebouwd in de tussentijd. Ik zou graag naar de volgende vraag willen gaan. Even kijken hoor. Een veelgehoord argument tegen het teruggaven van roofkunst is dat al veel tijd over de roofperiode verstreken is en dat er beter gezorgd kan worden in musea dan in het land van herkomst. Wat vinden jullie daarvan? Nou, in de documentaire wordt al aangetoond dat sowieso veel landen al goede of zelfs betere voorzieningen hebben voor de stukken. Maar ik denk dat het makkelijkste is om het gewoon naar iets anders te vertalen. Dus jouw ouders hadden in de jaren 70 een BMW. Ja, maar echt een mooie voor de 70s. Denk een Blaxploitation film, BMW. Weet je? Echt een mooie, echt glimmend, nice rims eronder, alles. Ja, okay. Dat gevoel. Okay. Stel, jouw ouders zijn er niet meer. En in de jaren 70 is die BMW gestolen. Nu komt er een Duitse agent, die belt jou op en zegt, ja, we weten dat u de erfgenaam bent en die BMW is heel lang geleden gestolen. Maar we hebben hem voor u teruggevonden. Nou, jij blij, want je hebt wat van je ouders terug, hè? Ook al leven ze niet meer. Je hebt nooit in die auto gezeten, want je bent na de jaren 70 geboren. Hè? Ja. En degene die die auto heel lang in zijn bezit heeft gehad, een notoire dief,
Dus iemand die altijd heel veel dingen stal en oplichting en beursoplichting en van alles, die heeft hem heel lang goed verzorgd en in een afgedekte garage bewaard. Op het moment dat de politie uit Duitsland jou die auto terug wil geven, zegt die dief, nee, hij kan hem niet terugkrijgen, want hij heeft het bonnetje niet meer en ik heb er heel lang heel goed voor gezorgd. Dat is toch raar? Ja, ja. En dat is hetzelfde wat we hier de hele tijd zien. Er zit een generatie tussen, die mensen zijn er niet meer, absoluut. Het bonnetje is er niet meer. Maar het is overduidelijk dat er iets gestolen is. Absoluut. En bij wie die thuis hoort. En de dief gaat dus een betoog houden op basis van allerlei juridische trucjes en dingen. Ja, als ik het object van hem is. In dit geval een auto. Ja. Wie heeft er volgens jullie macht over het narratief en het verhaal van de roof? Die zou ik graag aan Maria willen stellen. Ja, nou in de documentaire blijkt al dat het is heel moeilijk nu om terug te vragen aan bijvoorbeeld Nederland of aan een ander Europees land. Omdat het ingewikkelde is, misschien heb je helemaal geen idee waar een object beland is. En jij noemde net een voorbeeld van in Sri Lanka werd er op straat gevraagd, ken jij dit kanon? En niemand kende het, omdat het daar niet te zien was. Maar ook hoeveel mensen hier op straat weten wat er in het Rijksmuseum hangt. Hè? Kijk, niet iedereen weet wat cultureel erfgoed van jouw land is. Dus als je iets zou willen terugvragen, het balletje ligt nu eigenlijk bij het land waar het van geroofd is. Nederlandse musea en ik hoop ook andere Europese musea doen wel onderzoek om juist zelf initiatief te gaan nemen. Oké, van wij hebben spullen in ons museum liggen wat niet zuiver verkregen is, of misschien een ongelijkwaardige situatie. Het is niet allemaal gestolen. Soms is het gegeven. Alsnog, dat zijn hele ingewikkelde objecten om daarvan te bedenken van wat moet ik daarmee? Want het is misschien gegeven, maar wel een ongelijke machtspositie. Of zelfs gekocht. Maar misschien is diegene economisch helemaal afhankelijk van die kolonisator geworden, dat een manier was. Hè? Dus hoe eerlijk is dat? Daarom is het ook iets ingewikkelder dan dat voorbeeld van de gestolen auto, denk ik. Soms heb je, stel dat ik het wel bij auto's hou, stel één dorp was, daar werden alle BMW's geproduceerd. Al die BMW's zijn gestolen, want dat dorp heeft het niet meer. En een ander dorp, daar zijn ze allemaal. Hè. En 100 jaar later weten we allemaal, ja, ze komen uit het dorp. Maar aan wie ga ik dat teruggeven? Dat dorp, dat bestaat niet meer. Het zijn 4 dorpen geworden. Die mensen hebben ook, ja, dat zijn nakomelingen van de mensen die auto's ooit geven. En als niemand daar weet dat ooit die auto's daar gebouwd waren, hoe moeten ze dan terugvragen? Dus die mensen uit dat dorp, waar nu die gestolen auto's zijn, die moeten hun best doen om duidelijk te gaan maken, oké, waar komen die auto's vandaan? Ik moet bij mijn bonnetjes gaan zoeken. Hoe hebben wij hem gekregen? En dat doen Nederlandse en Europese musea nu gelukkig. Maar overheden, die zijn echt nog wel heel passief. En wetgeving, die houdt soms echt letterlijk nog tegen dat iets teruggegeven kan worden. In Nederland niet. In Nederland houdt de wet het niet tegen. Maar er is ook gewoon nog geen beleid. Hè, geen algemene regeltjes. Dus het gaat nu heel willekeurig. Als iemand komt aankloppen, dan gaan ze bezig, of soms uit eigen initiatief. Maar hoe zeg je dat? Als jij vroeg van wie heeft het. En wie komt er dan aankloppen ook? Wie is er nodig om aan te kloppen überhaupt? Want er zijn wel momenten geweest dat er aangeklopt is, zou ik zeggen. En bij Nederland zegt ze bijvoorbeeld van het is een aangelegenheid van staat tot staat. Want in Nederland zijn de objecten eigendom van de staat. Maar komt er een particulier aankloppen en zegt hij ja, ga maar even met jouw overheid praten. Want als ik het nou aan jou teruggeef, hoe weet ik nou dat ik het aan de goede teruggeef? Straks zijn er nog 10 andere mensen in jouw land die het willen hebben. Uh-huh. Dus het is iets ingewikkelder dan dat gestolen autovoorbeeld. Maar ik ben het helemaal mee eens dat het een belachelijke situatie is als je het zou omdraaien van nee, de dief heeft er zo goed voor gezorgd, dus de dief mag het nu houden. Dat kan je niet meer volhouden. Heftig antwoord. Nee, maar je hebt er wel gelijk in. Ik versimpel het natuurlijk wat. Maar in de voorbeelden in de eerste 4 documentaires die we hebben gezien, daar is eigenlijk bij het merendeel is het een BMW-situatie. Ja, klopt. Mm-hmm. Ik bedoel, het Griekse verhaal van gewoon de beelden aan de zijkant van het Pantheon. Ik bedoel, come on. Ja. Maar ik hoop ook dat die andere afleveringen dus iets meer andere voorbeelden ook tonen. En ook iets meer laten zien wat er al wel gedaan wordt. Want het is om te huilen, de voorbeelden die we nu ook hebben gezien, of de houding van sommige personen. Mm-hmm. En ik hoop ook dat ze wel een beetje laten zien wat er wel al voor werk gedaan wordt, hoor. Mm-hmm. Want waarom? Waar is dat dan voor?
Wat voor invloed heeft dat? Nou, het is ook beeldvorm. Kijk, ik weet toevallig dat er zo'n rapport verschenen is. En dat er mensen, dat er echt mensen bezig zijn om dus juist te zorgen binnen musea van zelfonderzoek doen. Maar in die documentaire heb ik dat in die eerste aflevering nog niet gezien. Jij ziet het Rijksmuseum, die doet onderzoek. Maar het voorbeeld is nou net niet zo sterk voorbeeld. Het is inderdaad dat BMW-voorbeeld bijna. Het is echt zo'n object waarvan je echt wel weet dat waar die, dat die gestolen is. Of, En er wordt ook echt iemand vraagt die ook letterlijk terug. Dus dat is misschien niet het beste voorbeeld voor dat zo'n onderzoek komt dan een beetje lullig uit verf. Terwijl dat echt wel ook goed, echt heel veel goede kant heeft. Oké. Maar want ik weet niet of het nu helemaal helder is, zeg maar, voor mij misschien. Maar dus wat voor invloed heeft het dan op het systeem? Zeg maar voor verandering als er meer voorbeelden komen van hoe de kunst teruggegeven wordt. Dus is dat dan dat er gezien wordt van oké, nu kunnen we zien hoe makkelijk het eigenlijk is, basically? Of? Nou, misschien is het wat ik wil, is dat soort van, dan niet dat media nog een laag erover doen. Kijk, het is al, hoe zeg je dat? Is het gewoon een moeilijk onderwerp? Dus ik wil niet dat media het te simpel weergeven. Hè? Dus ook die documentaire maakt hebben ook een soort plicht om het dan wel echt het hele plaatje te vertellen. Ja, ja. En ik kan er nu niet over oordelen, want ik heb nog niet de hele serie gezien. Mm-hmm. Maar, want wat vond je bijvoorbeeld van de documentaire in zijn algemeenheid over, zeg maar, gewoon het proces? Nou, ik denk dat ze wel een poging doen om op te bouwen. Maar we hebben de helft van de series maar in een bepaalde cutting gezien. Dus niet eens de eindversies. Dus daar zit natuurlijk schuifwerk in. Maar ik denk wel doorheen te zien dat de redactie zelf ook nog wat huiswerk heeft. Zeg maar, als we het hebben over terminologie die eraan gehangen wordt. Als, die schijnbaar neutraal zijn. Overzeese gebiedsdelen gebruikt men. Dan heb je het in de Belgische context. Dat gaat heel erg over beeldvorming. Hoe kijken wij vanuit het Westen naar andere landen en leefomstandigheden? Dan wordt er gesproken over een aftandsmotortje waarmee iemand naar een dorp gaat. Wat al een beetje is van, excuse my lingo, maar van die N-woorden in de Rimboe die daar een beetje op zo'n oud dingetje rond. Het is een soort houding, denk ik, die er af en toe doorheen schemert, die bovenop komt hoe de mensen van verschillende instituten zo fel in die verdediging gaan, die bij mij af en toe laten denken van, oké, maar volgens mij begrijpen jullie zelf nog niet helemaal. Mm. Of wat Maria zegt, het is ook lastig om te oordelen als je maar de helft van een documentaire reeks ziet, dat het er later nog beter in terugkomt. Maar er waren wel wat dingen dat ik denk van, ja, oké, dat kan echt. Het kan beter. Ik mis de Wat vond je bijvoorbeeld van de vierde aflevering? Van de houding. Wat vond je daarvan? Van onze oosterburen bedoel je? Ja. Ja, dat vond ik nog wel het mooiste voorbeeld. Hoe er met Nefertiti wordt gemarchandeerd. Snap je wat ik bedoel? Zeker, maar dan specifiek voor de kijkers at home. Wat was dan iets wat daarin ook heel goed gepointpoint kan worden, zeg maar? Nou, ik denk dat je de aflevering gewoon moet kijken. Er zit een venijn in bij die conservatoren. Ik heb de aflevering gezien, maar ja, er zit een venijn in bij die conservatoren. Hoe zij claimen dat het rechtmatig Duits erfgoed is geworden. En er zit iets heel geks in wat de Engelse conservator ook doet. Die zeggen op een gegeven moment, of niet die conservator, iemand anders die geïnterviewd wordt, dat het belangrijk is dat mensen, het is wereldcultuur, en dat mensen culturen van de hele wereld, dat ze dat moeten kunnen ervaren. Mm. En dan denk ik, oké, maar nu spreek je dus heel duidelijk vanuit een Noordwest-Europees perspectief, waarbij je vindt dat die mensen het moeten kunnen zien. Want de Grieken zijn in dit geval ook al niet meer onderdeel van het verhaal als je vanuit de Engelsen kijkt. Dus het gaat echt heel erg over het Noordwesten. En het zijn allemaal landen die heel veel veroveringen hebben geplaatst. Engeland heeft empire gehad, Nederland heeft empire gehad, Duitsland heeft een Pruisisch Rijk gehad en natuurlijk de Tweede Wereldoorlogperiode. Mm-hmm. Het zijn landen die een bepaald iets aan trots ontlenen aan veroveringen in hun cultuur. En het schijnt er zo doorheen. Het is zo jammer dat mensen daar niet overheen komen en er een soort van in blijven hangen, lijkt het. Ja, ik vond het bijvoorbeeld iets kleins. Vond ik heel erg jammer dat er gezegd werd van, oké,
Dit werk, het is een heel bijzonder werk, werd er bijvoorbeeld gewoon even kort gezegd van, oh ja, maar waarom? Waarom is het een bijzonder werk en op basis van welke context, op basis van welke feiten is het voor jou als Duitse persoon die dit werk heeft binnengeloodst? Het is gewoon exotisme eigenlijk. Het is orientalisme en exotisme is het. En als je hun lijn volgt dat het voor iedereen overal op de wereld belangrijk is om verschillende objecten uit culturen te zien, dan moet er ook een stukje van het Paleis van de Dam af. En dat gaat naar India. Ja. En dan gaat een stukje van de Big Ben af. Het zou wel eerlijk zijn op die manier. Die gaat naar Sao Paulo of zo. I don't know, weet je. Dan kan je een afgietsel terugkopen van gips. Wat je dan Dat zou wel nice zijn. Dan moeten we eerst een vergunning voor aanvragen. En ik bedoel, dat even is even op de Dam een stukje afbreken of zo. Ja. Oké, tof. Dat kan. Dat kan. Oké, bij deze. volgende vraag. Wat zou de rol moeten zijn van een museum bij de teruggave in 2021? Ja. Die wil ik graag aan jou stellen. Medewerking? ja, dan moet je gewoon natuurlijk steunen en voor inzetten. Dus. En hoe ziet een medewerking eruit? Nou, misschien kan je ook nog, kijk, behalve dat je het serieus neemt, hè, de aanvraag, kan je misschien nog wat ook het onderzoek en misschien wel lobby hiervoor inzetten. Kijk, ik zit niet op een positie dat mensen het aan mij kunnen vragen en dat ik daarover ga. Is dus misschien ook een beetje heel flauw voor mij om het zo simpel te maken, maar ik denk. Je ziet ook in het documentaire museumdirecteuren daar ook over praten, dat die daar ook echt open voor staan, hè, als er nu iemand aankomt. Mm-hmm. Dus ik denk dat ik mag. Ik begrijp dus dat niet in elk Europees museum die in de documentaire maar voorbij dat, komt, daar, zo'n medewerkende houding. Want ik vond het interessant van, als er iemand aanklopt, bijvoorbeeld de persoon uit België, Frankrijk, geloof ik. Was een directeur en die zei van, ik ben er heel simpel in, hoor. Ik hoef er niet te lang over na te denken. Als iemand aanklopt, dan kan het wel gewoon teruggegeven worden. En ik vond het best wel interessant, maar wie moet er dan weten dat die persoon daar dan ineens voor open staat? Misschien wordt dat gecommuniceerd door een documentaire, zou best wel tof zijn. Ik vraag het me af van, hoe gaat dat proces? Maar dit is ook. Je verwijst nu volgens mij naar de directeur van het Afrika Museum in Tervuren. Ik mag toch aannemen dat de directeur van het Afrika Museum in Tervuren weet dat de hele Congolese gemeenschap de hele inhoud van het museum op zijn minst terug wil. Ja. Nee, maar er wordt een beetje gelogen de hele tijd, heb ik het gevoel, door mensen. Want iemand zegt dat. Deze man zegt ook. En dat geeft ook iets van mentaliteit weer. Ja, het staat hier nu in het Nederlands en in het Engels en in het Frans. En dan zegt deze man, die de directeur is van een museum dat over een compleet continent gaat, dat maar zich heel specifiek op Congo richt. Het had hier ook in het Afrikaans op de muur moeten staan. Bedoelt hij het oude Nederlands-Afrikaans wat in Zuid-Afrika wordt gesproken? Of gaat deze man nou gewoon zo plat door en bedoelt hij een van de talen uit Congo? Yeah, bedoelt hij een andere taal uit het continent? Nou, ik dacht dat hij wel zei een Afrikaanse taal. En dat hij het dan niet kan benoemen, vond ik ook wel een beetje slecht. Maar dus dan nog. Ik bedoel, maar hij zei echt Afrikaans, volgens mij. Oh, okay, maar dan nog, stel als hij zegt een Afrikaanse taal. Terwijl de directeur is van het instituut. Het heeft een mate van, het maakt me niet uit. Ik zit hier gewoon, want ik ben de directeur. Maar het heet ook het Afrika Museum, toch? Ja, dus dan zie je ook zo, maar, zeg maar, nee, maar ik bedoel, dat is misschien wel, dat is misschien nog wel een soort van de Dus hij heeft het over Afrikaans, terwijl die eigenlijk bedoelt waarschijnlijk een specifieke taal in Congo. Het is net zo raar als dat iemand uit Congo tegen een wit persoon die daar zegt van, ja, we hebben hier Europees op de muur gezet. Ja. En daar doen we dus nu een beetje lacherig over dat dat gebeurt. Ja. Dat het nog steeds dus in die ouderwetse en niet echt verdiepende manier wordt gesproken. Dus dan kan je ook niet serieus nemen als hij zegt, ja, ik ga meewerken aan het teruggaven. Precies. Bedoel je dat? Ja. En ook wat ik opvallend vond was bijvoorbeeld dat er gezegd werd natuurlijk van, er zit heel veel kunst al wat al een tijd lang wordt tentoongesteld, maar niet per se een gedeelte van het geld, zeg maar, naar de oorspronkelijke landen toe gaat. Dus ik vond dat best wel gewoon opvallend allemaal. Dat ik dacht van, hoe zit dat precies met het gedachtegang over hoe hiermee omgegaan wordt, terwijl deze gesprekken wel al bij de tafel gelegd zijn bij de directeur. Ja, ja, misschien om jouw vraag te antwoorden van wat is de rol van een museum, of wat zou een museum moeten doen? Ik zei medewerking, maar misschien
Wij zaten van tevoren ook om met elkaar over na te denken. Wat moeten musea inderdaad doen? Je kan ook afvragen van, moet je jezelf opheffen? En in die tussentijd, of ga je van het research, ga je daarvan je hoofdtaak maken en niet meer tentoonstellen? Dat kan, dat je bijvoorbeeld museum, depotfunctie alleen maar gaat doen en verder research en helemaal daarvoor inzet. Tot nu toe ken ik nog geen voorbeeld die dat zo, musea die dat zo aanpakken, wel die de research doen, dus de eerste zet nemen, hè, terwijl het eigenlijk aan de minister is, musea die research doen, en musea die zeggen, kijk, de museum is ook een instituut, dat is ontstaan ook in een koloniale tijd, vanuit het koloniaal denken van, wij tonen hier de wereld bijvoorbeeld. Of, en op een bepaalde manier heeft het heel erg veel impact wat je in een museum doet. Kijk, het Rijksmuseum heeft nu over slavernij. Supergoed. En nu merk je dat op sommige niveaus mensen daarover gaan nadenken, praten die er voorheen niet over hebben nagedacht. Dus het heeft nog steeds impact wat zo'n instituut doet. En wat ik wel heel mooi vind is dat, ook al heb je koloniale collecties en moet je teruggeven of misschien wel in extreem vorm denken aan jezelf opheffen, voordat dat zo is, kan je behalve jezelf alleen maar tot een depotfunctie zeg maar beperken, zou je ook wel dan nu dat verhaal kunnen vertellen over jouw eigen verleden, over het verleden van die roofkunst. En kijk, jullie hebben nu een kleine expo erover, maar de tentoonstellingen in het museum gaan niet altijd alleen maar over dat het geroofd is. Dat is soms een bordje erbij of een verhaallijn door de tentoonstelling. En aan structure tentoonstelling werk ik ook mee. Maar ik zou het heel spannend vinden echt als een museum echt aandurft van, ik ga het alleen maar hebben over de herkomst van deze dingen. En ook al weet ik de helft er niet van, dan ga ik op tafel leggen wat ik wel weet. Of ga ik mensen vragen, ga ik het research doen. Dat zou ik echt heel waarderen. Maar dat is gek, hè? Dat vind ik dus heel raar. Want als je kijkt naar volgens mij de vorige directeur van het Tropenmuseum, die heeft toen op een gegeven moment gezegd, we gaan het museum decoloniseren. Nou, als je het over een museum hebt, wat je wat mij betreft alleen nog maar kan opheffen, als je het wil decoloniseren, wat een hele hippe term is, maar eigenlijk vrij leeg is in de meeste gevallen, is het wel het Tropenmuseum. We hebben het nu over roofkunst, maar in de kelder van het Tropenmuseum ligt gewoon een enorme berg schedels van mensen uit Indonesië, waarvan men die opgestuurd zijn door paters, door mensen die daar naartoe reisden van Europa. En ik snap best dat landen dat soort dingen niet terug willen. Je weet niet wat voor energie daaraan vastzit, hè? Kan je ook zeggen. Maar dat een instituut daar niet, hoe moet ik dat zeggen? Nou, de enorme tegenstelling tussen dat in je collectie hebben en vanaf de top schreeuwen dat je wil decoloniseren als instituut, dat rijmt voor mij niet met elkaar. En dat is een probleem. Want het ene voelt voor mij, ook al zit er misschien een oprechte gedachte achter van degene die dit heeft gezegd, voelt gewoon als een marketingpraatje. En ja, het Tropenmuseum maakt stappen in de afgelopen jaren. Het gaat mij niet om dit specifieke instituut af te branden, maar er zitten enorme, enorme bijtende reflexen tussen die niet aangekaart worden. Want leg die schedels maar eens midden in je tentoonstellingszaal, in je centrale hal, en ga dat verhaal eens vertellen dan. Ja. Maar dat snap ik nog wel, omdat het is ook qua materiaal, het is zo gevoelig, ethisch ook, omdat dat ga je ook niet tentoonstellen, uit respect juist voor de mensen. En het maar je wil ook niet dat mensen dit weten, volgens mij, als instituut. Dus ik zou denken, het is een soort van waardebasis voor daarin heb ik dan nog wel een hele optimistische geloof dat mensen dat wel durven. Alleen, ik ben het met jou eens dat soms bijvoorbeeld marketingafdelingen nog niet zo ver is. Dat is bijvoorbeeld mensen die echt qua inhoud hierop zitten. Zie ik wel echt mensen die dat willen. Maar in een instituut, en dat is misschien ook met decoloniseren, is nog echt niet iedereen meteen. Grote instituten. Ja, ja, wat is dat? Toch de witte onschuld die bij mensen. Ja, of het witte privilege eigenlijk. Bij sommige mensen. Je kan het ook niet altijd daarop afschuiven. Ik vind het heel moeilijk. Ik denk dat dat het is. Ja. Ik vond het een heel interessant gesprek. Een gesprek wat ook vaker gevoerd moet worden. Eigenlijk als mantra zou ik ook bijna zeggen voor ons collectieve geheugen. Ik wil jullie allebei bedanken voor jullie input en voor jullie kennis. Dank jullie wel voor het kijken en tot de volgende keer misschien.